Hi, ik ben Steven Vanalen, reporter van Society. Vanavond zijn we hier voor de finale van de IoT Battle. We zijn 3 maanden geleden gestart met 9 teams. En vandaag zullen alle teams hun idee of prototype pitchen aan de jury. Daarna gaat de jury bepalen wie de winnaar is. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit is gekomen. De jury van de IoT Battle heeft zojuist de winnaar aangekondigd. Ik sta hier bij het winnende team. Jongens, gefeliciteerd allemaal. Yay! Kun je mij wat vertellen over jullie prototype? Ja, dit is de iPod. En hier heb je een device met een aantal sensoren, licht- en pH-sensoren, waarmee informatie over je stoelgang geanalyseerd wordt, zodat we het niet allemaal wegspoelen. Oké, en kun je me nog wat vertellen over de technologie die erachter zit? Ja, we hebben een lichtsensor met een Raspberry Pi. Gekoppeld met de Azure Cloud en gebruiken Power BI om die informatie weer te analyseren in combinatie met de mobile platform. Chris, als een van de organisatoren van de IoT Battle, hoe was deze avond voor jou? Ja, dat was een ongelofelijke avond. We hebben zoveel leuke ideeën gezien, zoveel teams die gepassioneerd zijn over IoT met een fantastische winnaar. Oké, en is het dan het einde van de IoT Battle? Nou, deze battle zien we zeker niet als einde. Deze finale zeker niet als einde. We zien het juist als een begin voor Society. We kunnen met deze kennis die we nu hebben opgedaan, met deze community, kunnen naar onze klanten toe gaan en kunnen we onze expertise echt laten zien.